Zoals je ziet is het toch best wel vervelend en de hele straat ligt overhoop. Vooral 's avonds als je dan thuis komt naar werk, zit de hele straat hier achter vol met auto's op de stoep en alles. En alles staat dubbel geparkeerd. In Banneside zijn we bezig met het verbeteren van de ondergrondse infrastructuur. Dus dat wil zeggen dat we bezig zijn met nieuwe gasleidingen aanleggen. En daarnaast ook een nieuwe riolering aanleggen. Nadat al die werkzaamheden zijn gedaan, komt er ook nog een nieuwe bestrating komt erin. Dus dat betekent nieuwe parkeervakken, nieuwe voetpaden en alle openbare inrichting krijgt dus een kleine make-over. De auto's die kunnen relatief snel doorrijden. Die zullen weinig hinder ondervinden van onze werkzaamheden hier in de bannen. De voetgangers die worden verzocht om bij het winkelcentrum over te steken. En dat ze hun weg kunnen gaan vervolgen aan de andere zijde van de Bannenbuiksloot. En de fietsers die worden daarnaast omgeleid richting het park. Dus zo is voor iedereen de hinder zo minimaal mogelijk. Dit was het verkeer, tot de volgende keer. Ciao!